Vandaag in het Omroep Tilburg nieuws. Joost van Puijboek van Trots Tilburg naar het CDA en paaseieren versieren. Mijn naam is Noortje Heesemans en dit is het Omroep Tilburg nieuws. Joost van Puijboek stapt over naar het CDA in de gemeenteraad van Tilburg. Door de tegenvallende verkiezingsuitslag kreeg Joost niet de kans om zijn programmapunten bij Trots Tilburg aan de orde te brengen. Hij hoopt dat dit bij het CDA wel gaat lukken. Joost van Puijenbroek is overgestapt naar het CDA. De ene zetel die Trots behaald heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen neemt hij mee. Waar wij heel erg van schrokken is dat er in de media het beeld geschapen werd van dat de meerderheid van de fractie voor zou zijn om over te stappen. De meerderheid van de fractie was tegen. En bij deze wil ik dan ook eigenlijk uitdrukken dat ik me schaam naar de kiezers toe die op ons gestemd hebben. Want het is gewoon puur kiezersbedrog. Je laat een team in de steek wat keihard gewerkt heeft, een homogeen team wat samengewerkt heeft. En het is een minachting naar de raadsleden die de afgelopen 4 jaar voor Trots in de raad hebben gezeten om dit te doen. De leden van Trots die dit niet hadden zien aankomen zijn woedend dat ze door deze zet uit de gemeenteraad zullen verdwijnen. Ik kan maar één mogelijkheid bedenken waarom hij dit gedaan heeft. Puur uit eigen belang en om een politieke carrière na te streven. En of dat nu linksom gaat of rechtsom gaat. Hij zei dat hij een betrokken politicus was, een betrokken Tilburger was. Nou, wij hebben het niet gezien. Joost laat weten. Als volksvertegenwoordiger zie ik het als mijn taak het programma zo goed mogelijk uit te voeren in het belang van onze stad. Met de ene zetel die we als Trots met moeite hebben gehaald, zou dit ondoenlijk zijn. Door mijn overstap naar het CDA ontstaat een grotere slagkracht. Doordat de programma's van Trots en het CDA op diverse punten overeenkomen, denk ik met deze overstap de meeste mogelijkheden te hebben om invulling te geven aan een deel van het programma waarvoor ik ben gekozen. Ik kijk er naar uit deel uit te maken van de CDA-fractie en me in te kunnen blijven zetten voor Tilburg, onze stad. Wat voor ons heel zuur is, is dat het politieke lijntje naar het gemeentehuis natuurlijk weg is. Dat wil niet zeggen dat Trots Tilburg niet meer bestaat. De fractie is eensgezinder en hechter dan ooit. Joost van Puijenbroek heeft vorig jaar een bewilligingsverklaring getekend. En dat houdt in dat daarin onder andere ook staat dat hij belooft dat als hij het op een of ander moment niet meer ziet zitten met Trots of met de fractie of zich niet meer prettig voelt of wil stoppen met de politiek, dat die zetel dan teruggegeven wordt aan Trots, zodat Trots Tilburg verder kan. En kijk, die afspraken gelden voor iedereen of golden toen ook voor iedereen in de fractie. Behalve voor Joost van Puijenbroek. En dat nemen we hem echt heel erg kwalijk. De verkeerssituatie op de Enschotse baan is een hele tijd gevaarlijk geweest. Gelukkig wordt de weg in april aangepast, zodat kinderen van de Sint-Cecilia-school veiliger naar school kunnen gaan. Voor de scholieren van basisschool Sint-Cecilia in Berkel-Enschot is het niet veilig genoeg om naar school te kunnen komen. Dit komt door de drukke Enschotse baan die de school scheidt met een wijk waar veel scholieren wonen. Het is een ontsluitingsweg, dus het blijft wel een drukke weg, maar je kunt het wel de snelheid eruit halen. En dan is het belangrijk dat het bijvoorbeeld een 30 kilometer zone zou kunnen worden. We zijn een paar weken geleden in de buurt geweest en we hebben het gevraagd van hey, wat speelt er nu? Dan kwam het heel duidelijk naar voren toe, ouders waren bezorgd. Nou, er waren al initiatieven, het had al de aandacht, zowel bij de dorpsraad in Berkel-Enschot als in Tilburg. Echter, de snelheid was er een beetje uit en we hebben meteen vragen gesteld, artikel 47 vragen, van dit heeft aandacht nodig. Dat is ook toegezegd door het college en in april worden de eerste initiatieven al genomen. Er rijdt behoorlijk wat zwaar verkeer en vooral 's ochtends, als de kinderen naar school komen, is het een drukke weg. Waardoor de verkeersveiligheid onze aandacht vraagt. En dat onze verkeerswerkgroep heeft daar ook al behoorlijk wat aandacht aan gegeven. Om dat met de gemeente en in overleg te treden om passende maatregelen te nemen. In eerste instantie krijg je een veilige oversteek. Je moet je indenken, deze weg wordt intensief gebruikt, wordt in verhouding te snel gereden. Het is een 60 kilometer weg. Er zijn initiatieven misschien dat er een 30 kilometer weg wordt, maar in eerste instantie een veilige oversteek. De wijk hier tegenover, waar vele jonge gezinnen wonen, die ouders maken zich echt zorgen. Nou, die kinderen kunnen er rekening, het is echt veilig die weg over.
Nou, daar zijn we natuurlijk heel blij mee dat er maatregelen genomen gaan worden. Met name de oversteek is de eerste wat aangepakt gaat worden. Opstelstroken, zodat kinderen veilig bij de oversteek even kunnen wachten. We zijn blij dat we verkeersbrigadiers hebben. Heel veel ouders zijn vrijwillig en helpen de kinderen bij het oversteken. Hun veiligheid is ook van belang. En daarmee ondersteunen we ze en de gemeente dus ook om veilig over te steken. De Tilburgse vestiging van boekhandelketen Polare, die failliet was verklaard, is overgenomen. De nieuwe boekhandel Gianotte Mutsaars is in de Emmapassage in Tilburg geopend. Het openingsweekend staat in het teken van leuke activiteiten. Ja, wij vonden dat Tilburg een grote goede boekwinkel nodig heeft. Je hebt natuurlijk Livius een hele goede boekwinkel, maar wij vinden dat daar nog plek is voor nog een winkel daarnaast. En ja, wij werken hier allebei al heel lang en wij zien gewoon dat er heel veel Tilburgers zijn die graag willen dat we blijven bestaan en die graag bij ons blijven kopen. Nou, het gaat Gianotte heten, maar we hebben er Gianotte en Mutsaars van gemaakt. Gianotte, omdat dat de winkel is die Tilburg al heel erg lang kent, sinds 1947. Ook de winkel is waar ik al 38 jaar werk. Maar Mutsaars, omdat ja, wij Mutsaars heten. En we ook willen laten zien dat het een nieuw begin is. Om de winkel financieel gezien weer op de rit te krijgen, hebben ze een crowdfundingactie gestart. Ja, de crowdfundingactie is nog bezig. We zitten geloof ik nu op ongeveer 35.000 euro. We moeten dus nog 15.000 euro. Mensen kunnen via Simbit een aandeel kopen in de crowdfund coöperatie die opgericht wordt. En die coöperatie krijgt in totaal 15% van de aandelen van Gianotte Mutsaars. Dus alle individuele leden van de coöperatie worden een klein beetje aandeelhouder van ons bedrijf. Voorheen was de winkel een onderdeel van een keten boekenwinkels. Nu is de winkel echt in Tilburgse handen. Het fijne is dat we nu precies kunnen doen wat wij denken wat goed is voor de winkel en wat goed is voor Tilburg. En dat was de afgelopen jaren lastig. Maar nu kunnen wij weer gewoon de boeken die we zelf goed vinden, waarvan we weten dat onze klanten houden, die kunnen wij hier weer neerleggen. Na al dat harde werk om de winkel weer open te krijgen, moeten de eigenaren wel erg trots zijn. Wij zijn heel trots, ja. Ja, het is zo fantastisch dat het gelukt is. Het was heel erg spannend. Toen we hoorden dat Polare failliet ging, hebben wij meteen tegen elkaar gezegd, nou, dan gaan wij kijken of we het zelf kunnen kopen. We zijn heel hard aan de slag gegaan met hulp van echt ontzettend veel mensen uit Tilburg. Na heel veel weken heeft het dat in geresulteerd dat we vorige week woensdag konden tekenen en dat deze winkel van ons was. De derde vestiging van Bakkertje Bol werd geopend op 27 maart in Tilburg. Bakkertje Bol is een ambachtelijke maquetzaak waar alle producten huisgemaakt zijn. Op de hoek tussen de Heuvelstraat en de Juliana van Stolbergenstraat in is een nieuwe bakker neergestreken. Bakkertje Bol opende in 2006 voor het eerst in Eindhoven, maar is nu ook in Tilburg te vinden. Bakkertje Bol, broodconcept takeaway uit Eindhoven en nu voor de eerste keer ook in een andere stad Tilburg. Op een prachtige locatie midden in het centrum, de Heuvel, waar we nu staan. En we denken dat dat voor Tilburg ook een heel mooi concept is. Heel veel zin in. Kan niet wachten tot het morgen is en de deuren open gaan voor het Tilburgse publiek en omstreken natuurlijk. Ja, ik heb er echt veel zin in. In het pand hebben al vele winkels de handdoek in de ring moeten gooien. I-Plaza, Blokker, maar ook de Coffee Company zijn vertrokken. Wat voor verschil gaat Bakkertje Bol maken? Wij hebben denk ik een onderscheidend concept in die zin dat we echt ambachtelijke producten hebben die in eigen bakkerij allemaal bereid worden. Dan moet je denken aan diverse soorten broodjes als ook veel banketsoorten, worstenbroodjes, appels, flappen, muffins, nou, alles wat erbij komt kijken. We zijn wel beroemd om onze worstenbroodjes, heel ambachtelijk. En dan weet ik, in Tilburg is een worstenbroodjesstad, dus ik ben heel erg benieuwd hoe het hier ontvangen wordt. Ja, in Eindhoven is onze specialiteit de worstenbrood. Alleen ja, dat wordt in Tilburg natuurlijk heel erg moeilijk met onze rooike donders, heb ik inmiddels begrepen. Dus dus afwachten hoe zich dat ontwikkelt. We zijn echt ontstaan als winkel. In Eindhoven zijn het ook echt bakkerswinkels. Hè? Dus in eentje kan je zelfs helemaal niet zitten, alleen maar staande beens. En we hebben het hier wat uitgebreid, om de doodvoudige reden dat het pand gewoon groter is. Dus we hebben hier meer gelegenheid om te kunnen zitten. Maar we zijn wel echt een winkel, hè? Waarbij het gewoon hartstikke gezellig is om hier ook een kop koffie te drinken. En die kan je aan zowel de zitplaatsen als ook aan de barfunctie staande beens drinken. Kunnen wij overal wakker van maken.
Ja, en ik hoop straks jullie ook. Ja. We hebben nog best wel het een en ander te doen, maar het ruikt hier al heerlijk en we zijn helemaal goed op weg. Dus we zijn er klaar voor, absoluut. Ja. Ja, ik wil gewoon zeggen, kom allemaal naar Bakkertje Bol, jullie zijn welkom. De Tilburgse Racy Udo versiert ieder jaar paaseieren die de hele wereld overgaan. Alle versierde eieren zijn uniek. Het werkje vergt ieder jaar veel geduld, maar het resultaat mag er dan ook wel zijn. Pasen staat weer voor de deur. Voor banketbakkers in Tilburg een druk moment van het jaar. Ook de 73-jarige Racy Udo is weer druk met het versieren van allerlei lekkernijen. Zij doet dit met veel liefde voor Lunchroom van Vlerken in het centrum van de stad. Ik ben op het ogenblik in dienst van de paashaas. Ik maak de bakkers gieten de eieren van chocolade en ik kleed ze aan, noem ik het altijd maar. Ik maak er iets moois van, hoop ik. Ik heb een hele hoop stagnol, dus een gekleurde zilverpapier, strikken, vlinders, vogeltjes, nestjes met kleine vogeltjes erin. En ja, aldoende, ik bedenk niks van tevoren. Als ik iets, dan denk ik, nou daar zou er wel leuk bij staan of die kleur staat er leuk bij. En zo ontstaat het eigenlijk. Maar hoeveel tijd kost het nu om al die eieren te versieren? Het ene ei is meer werk als het andere ei. En soms dan gaat het vlugger als de andere keer. Ik doe er meestal 8 à 10 op een middag. En hoe lang doet zij dit al? Hoe lang ik het doe? Ik dacht eerst 25 jaar, maar dat is een beetje te lang. Ik denk 22 jaar. De ene zijn... Kijk, als het eindproduct klaar is, dan vind ik die eieren het leukste. Ja. Snapt u? Dus dan, dat voldoet heel erg. Er zijn er wel bij dat ik denk van, joh, nou dat vind ik niet zo. Maar ja goed, dat moet ook gebeuren. Maar echte voorkeur heb ik niet. We hebben witte, melk en puur. En het aantal is hetzelfde. En ik heb er gelukkig nog nooit één laten vallen. Want ja, dat kan ook natuurlijk, hè. Maar ja, als je dan het resultaat weer ziet, dan denk ik, het is weer gelukt. Dit was het Omroep Tilburg Nieuws. Voor meer informatie kijk dan op onze website. Heeft u nog vragen of tips, mail ons dan naar redactie@omroeptilburg.nl. Mijn naam is Noor Jeesmans en ik wens u een hele fijne dag.